Ik ben Nena. Ik ben Nina. En wij doen moderne talen. Moderne talen baseert zich eigenlijk vooral op de talen. En dat is dan Frans, Nederlands en Engels. Bij wetenschappen doe je meestal het eerste uur wat theorie en in het boek en zo. En het volgende uur doe je dan echt proefjes en dingen onderzoeken hoe dat ineen zit. En wetenschappen bestaat eigenlijk uit fysica, biologie en chemie. Ik heb daarvoor gekozen omdat je hebt talen, maar je kunt ook nog later iets anders doen. Ik zou graag later misschien juf worden of psycholoog, maar ja, dat is wel moeilijk. Maar moeilijk gaat ook. Ik weet nog niet echt wat ik later wil doen. Ik ben nog volop aan het denken en aan het zien waar ik me goed bij voel. Bij welk vak, dat ik echt zeg, oké, dit is echt wel iets voor mij. Maar tot nu toe weet ik het nog niet echt. Ik zat eerst op de Duizendpoot in Berlaren. En dat is eigenlijk een lagere school van het Oscar Romero College. En eerst wou ik eigenlijk lang naar een andere school gaan. Maar ik heb toch gekozen voor deze school, omdat het dichter bij huis is. En ik zag meer mogelijkheden op deze school. Ik ben naar hier gegaan omdat dat ook redelijk dicht bij huis is. En mijn zus gaat hier ook. En ik vind het wel echt een goede school. Ik leer hier veel bij. De sfeer is allemaal goed en zo. Mijn tip of boodschap is eigenlijk dat je niet te veel stress moet hebben voor zo het middelbaar, een grote school, want dat valt eigenlijk allemaal heel goed mee. De sfeer zit hier ook heel goed. Als je nog niet direct vrienden zou hebben, ga je daarop maken, want iedereen is hier heel lief en zegt wel van kom er maar bij. Dus niet te veel schrik hebben. Vorig jaar in het begin toen we kwamen, waren er allemaal vlaggetjes en zo. Dat is ook wel leuk om als eerste schooldag daartoe te komen met zo muziek en vlaggetjes en zo. Ja, dat is wel leuk.